up YouTube, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag het begin van, we gaan de eerste 30 minuten of misschien een uurtje spelen van Dark Souls 3. Ik wil de eerste baas in ieder geval gaan proberen te verslaan. Weet niet of het gaat lukken, we gaan het zien. We gaan beginnen. Yes, indeed. It is called Lothric. Where the transitory lands of the lords of Sin. Ik vind het altijd zo tof uitzien, deze spel. Lekker duister, grauw. Ja, dat is een ander ding. Super gekke monsters altijd in deze spellen. Vooral de eindbaas, jongen. Oh, die zijn echt fantastisch. Moeilijk, vervelend, tergend. Maar ze zien er zo kick uit. Die doet niet meer. When the link of fire is threatened, the bell tolls. Unearthing the old lords of. Ik ben nu al gehypnotiseerd, hè, door de sfeer. Ik zit er al helemaal in. Ik heb nog geen dingetje gedaan. Ik krijg ook gewoon zo'n adrenaline stoot of zo. Als ik dit zie, dan denk ik van. Raaah! Ja, ik wil spelen! Vieze shit. Wat is dit? Farron's Undead Legion. The Abyss Watchers. Ja. Daar zijn ze. Zo. Die is groot en die heeft geen gezicht. Deze staat ook in de trailer op de E3 volgens mij. Announcement trailers. Ah, dat is Jorm. The Giant. Die is inderdaad aardig gigantisch. Ik heb geen idee hoe die zou moeten gaan verslaan als dat nodig is. Ah, epic. Super vet. Oh, we zijn nog niet klaar. The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead. Unfit even to be cinder. And so it is that ash. Ah, fucking cool. Oh, ik zal proberen niet veel te schelden. Maar soms in mijn enthousiasme dan gebeurt dat gewoon. Misschien moet ik het wegpiepen of zo. Oké, nou, nu moeten we dus een mannetje gaan maken. Ik kan er hier heel lang en langdradig over gaan doen. Ik ga gewoon zelf even kijken wat het beste bij mij past en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar zijn we. Ik heb mijn character gebouwd. Ze heet Riku. Ik doe altijd een vrouw trouwens. Ze is jong. Ik heb de lifeline gekozen en als class ga ik voor de assassin. Voordeel van Dark Souls is altijd dat je die stats die je daar ziet, die elke keer als je een level omhoog gaat, kan je een van die stats levelen. Dus het maakt in principe niet zo gek voor uit wat je in het begin kiest. Ja, qua hoe ze eruit ziet, je kan echt alles aanpassen. Dat is echt ziek. Je kan zelfs de ene pupil anders kleuren dan de andere pupil. Die van mij ziet er zo uit. Ik ga heel vaak voor een roodharige chick. Ik weet niet, vind ik gewoon tof. Ziet er tof uit. Ze heeft een tatoeage hier zo. Ik vind het er meer als een scar uitzien. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We gaan beginnen. Van filmpjes. Ben ik dat? Lig ik daar achter die steen? Is het mij? Is het mij? Show your face.
Het is mij. We zijn in de Cemetery of Ash. Even kijken hoe dit ook weer allemaal ging. L, E of R. R. Oké, okay, dit is. Het lijkt wel een schermer, joh. Oké. Okay. Dit is heavy attack, R2. Dit is met je schildje slaan. En dan is dit met je schildje rondlopen. Oké. Okay. Oh, het staat hier ook allemaal. Regular attack, strong attack, die kan ik opladen. Die kan ik opladen. Target lock, dat is R3. En dan zal dit dashen zijn. Hop. En dat was mijn eerste vijand. Verslagen in Dark Souls 3. Oh ja. Ja, backstab. Oké. Okay. En dat is roll. Wat is hier? Move. Ah, dat is rennen, oké. Okay. Die ga ik gelijk aanpakken. Anders gaat hij mij aanpakken. Dat is ook een tip. Als je iemand ziet zitten, gewoon gelijk aanvallen. Ashen Estus Flask. Oké. Okay. Behind an enemy is critical attack. Nou, daar gaan we. En we hebben Cleric's Secret Chime. Volgens mij is dat een wapen. Denk ik. Ik ga niet elke keer alles lopen checken. Dat doe ik wel een keer tussendoor. Dan gewoon even lekker spelen. L2 is parry. Oké. Moet ik dat nu gaan doen? Nee, dat wil ik helemaal niet doen, want dan gaat het fout. Ik hou helemaal niet van parry. Wat? Linker stick en R1 is kick. Oké, zo. Oh shit. Wat denk jij? En nu moet je reloaden, nu ben je de shark. Doei. Use items, vierkantje. Change weapons, doe ik met die. Yes, en toggle. Oké. Oh, dit is dus de Ashen Essence Flask. Dat zal voor mijn magic point zijn, denk ik. Oh ja, tuurlijk. Two hands right weapon. Ja, dat is meer mijn ding trouwens. Ah shit, die had ik moeten rollen. Dat was niet zo slim. Trouwens, maar drie potions. De Essence Flask, dat is dus je potion. Ja, dat is niet zoveel. In Bloodborne had je er 10, 20, ik weet niet meer. In ieder geval meer dan 3. In Dark Souls moet je ze altijd een beetje verzamelen, moet je ze overal vandaan halen. En hier is mijn eerste bonfire! Yay! Dit zijn soort van punten waarin je dus je souls kan uitgeven en mijn eerste trophy. Met de souls die je dus verdient, ik heb er nu 148, zie je rechts onderin staan, kan je dus levelen. Nou, ik zal eens kijken of ik inderdaad al kan levelen. Als ik dit doe, betekent trouwens wel gelijk dat alle vijanden die ik heb verslagen er ook daadwerkelijk nu weer zitten. Ik kon nog niet levelen, zag ik. Daarvoor zal ik wel eerst een baas of zo moeten verslaan. We gaan het wel zien. Deze engnek, wat kom jij doen? Hop, en... Hoppakee. En later. Jij hebt iets voor mij. Je hebt een fading soul. Ja, ik ben even allemaal vergeten wat het is hoor. Al die souls dingen. Dat zal te maken hebben met dat je extra souls kan krijgen, denk ik. Op het moment dat je dat item gebruikt. Hier zie je hoe iemand een keer is doodgegaan. Door hem waarschijnlijk. En dat laat ik mezelf niet gebeuren. Ah, door jou. Sneaky. Ik moet even terug, want mijn stamina bar was op en ik werd geraakt, maar dat was niet zo slim. Maar goed, ligt hier nog iets? Ik kan hier naar beneden. Laten we even kijken. Nou, in ieder geval twee vijanden. Oh, en eentje heeft een kruisboog met vlammetjes. Dat is nooit leuk. Zeker niet op dit soort punten, dat is altijd best wel irritant. Jij hebt een schild. Oké. Okay. Nou, gaan we even zien hoe we dit gaan aanpakken. Ik denk dat deze... Shit. Dat was niet... De speer! Wow, shit. Auw! Fuck! Oké.
Oké, en weg. Ik ben nog een beetje onzeker, als ik heel eerlijk ben, op deze kleine randjes allemaal. Firebombs, nice. Firebombs, die kan ik altijd wel gebruiken. Bij baas of zo. Sommigen kunnen niet tegen vuur. Dan is het handig om firebomb te gebruiken. Vaak stun je ze dan ook eventjes. Dat is ook wel relaxed. We kunnen hier naartoe. En ik heb zo'n voorgevoel dat daarachter gelijk al een baas zit. Dat... denk... ja, ik hoorde jou. Ik hoorde jou, jongen. Wat denk jij? Later. Ah, gaan we nu al voor de eerste baas? Dat is echt super snel. Oké. Ja, nice. Dan ga ik toch maar even kijken wat ik allemaal in mijn equipment heb zitten. Nog niet zo gek veel. Oké, ik heb het gevonden. Was niet zo heel moeilijk. Moest alleen even goed kijken. Ja, die is het sowieso een baas, jongen. Dit is altijd... als er zo'n grote open ruimte is, dan kan je er donder op zeggen dat er een baas komt. Jij gaat opstaan, hè, bitch. Jij gaat opstaan. Nee, jongen, ik vertrouw jou niet. Zie je, ik wist het, jongen. Ik heb je gelijk twee keer geslagen. Oké, jij doet multiple attacks. En weg. En misschien onderdoor. Kut. Ah, nee, joh. Ah! Dit ging echt veel te snel. En ik had mijn verkeerde acid splash ook aan. Oké. Ja, dit was niet goed. Ja, oké. We zijn er weer bijna. Het is gelukkig maar een heel klein stukje. Ja, deze is wel redelijk... oh shit. Redelijk makkelijk te slaan, dacht ik. Nou, nu zit er dus een waas overheen. Een soort van smog waterfall ding. En nu staat hij als het goed is al op mij te wachten. Precies. En als eerste wil ik gewoon even mijn souls pakken. Ah joh, schijt. Wat? Dude, ik heb je nog geen eens geraakt en je hebt mij al bijna dood. Oké, wat doe je allemaal? Analyse. Ja, die was goed. Ja, oké. Oké, vaak is het handig om zo langzaam te springen. Ja, op deze manier. Achter hem te proberen te komen. En hem dan te slaan. Er erg in houden dat je groene balkje dus niet helemaal leeg gaat. Ah, wat doe je? Nee! What the heck, jongen? Nee! Holy shit. Wat was dat? Een of andere... ja, flikker op, man. Een of andere mega attack, jongen. Dat was echt niet chill. Oh shit, what the fuck? Wat er echt doet hij? Klap hem. Wow, hij is freaking groot. Nee, ik kan toch helemaal niks meer zien nou, man. Ja, mooi verhaal, jongen. What the heck? Waar verandert hij in? Wat is dit? En gewoon de twee klappen dood. Ah, ik weet niet waar die in veranderde, maar dat zag er echt niet goed uit. Volgende poging. Ik ga eens even kijken of het werkt om met schild te spelen. Eerst weer mijn souls oppakken. Zo. Kan het? Ja, ik kan dus wel blokken. Oké, oh, maar dat gaat er toch helft vanaf, dus dat schiet ook niet op. Nou, dan kunnen we net zo goed met twee handen gaan vechten. Oké.
Ah nee man, waarom raak je me dan? Schijf viel. Ja, dat doe je er nog een, hè? Dat is ik. Dat weet ik nou wel. Oké, nu is hij weer een of andere gek weet. Ik weet niet wat voor beest het is, maar het is echt te ziek gewoon hoor. Oké, die was mis. Nice. Oké, die moet ik ontwijken. Yes, nice. Ah, nu raakt hij me. Oké, wat is dit? Ik weet niet wat hij doet. Gaat hij weer springen? Die moet ik ontwijken. Goed. Heb je het echt dan maar? Ja, ah nee. Oké, gebruik een potion. Oké, nice. Ontweken. Raken. Oké, goed. Ja, ja. Nog één klap, nog één klap. Yes. Hoppa. Die voor jou. Oké. Misschien was dit niet zo moeilijk, maar ik ben er super blij mee dat ik deze baas heb verslagen. Woe! Lekker! Amber restored, ik heb allemaal trofies. Nice, ik heb een zwaard. Ah, oké dan. Ah, lekker, dit voelt goed. Ik krijg altijd hartkloppingen van die baas, jongen. Ik zat echt helemaal in mijn focus. Het lukte nu. Ik had een goed ritme te pakken of zo. Dat is ook altijd met die baas. Ik moet altijd een beetje goed ritme zien te vinden met die, ja, met die baas dus. Oh man. Yes! Oké, en nu? Want ik kan nog steeds mijn souls niet uitgeven en ik wil toch graag wel eens levelen. Deze baas heeft aardig wat souls vrijgegeven. Dus kijk wat er hier achter die deur verstopt zit. Ah! Oeh, lekker zeg! 4 pogingen, het is misschien een beetje veel. Misschien had ik hem wel een 2 of 3 kunnen doen, maar alsnog. Het is gelukt. En ik. De adrenaline giert door mijn lijf. En dan komen er weer van die papichulo's. En ik wil niet dood. Kut. Hoppakee, lekker. 2-1. Items, Phoenix Soul, ja, die andere valt naar beneden, jammer dan. Homeward Bone. Volgens mij kan ik daarmee terugkeren naar mijn laatste bonfire ofzo. Dacht ik. Het is best wel een tijdje geleden dat ik Dark Souls heb gespeeld. Bloodborne is dan toch net even wat anders. Ah, man. Ik heb nog steeds datzelfde gevoel als dat ik hem net versloeg. Dat gevoel heb ik nog steeds in mijn lijf zitten. Oh shit. Staat er weer zo'n doedelzak achter met een vervelend dingetje. Moet ik even boven langs lopen eigenlijk. Ik moet alleen uitkijken dat ze niet opeens voor hun neus staan. Nou, die nog. Dat komt wel goed. Die heb ik nu net gesloten. Dan kan je pakken. Ah, verenigsel. Niks. Niet nog een baas, toch? Niet nog gelijk een baas, want dan zijn mijn souls gelijk weer weg als ik dood ga. Oké, wat is hier? Hier is niks zo te zien. Ik kan hier naar boven. Ik kan hier. Oh, mannetjes. Oh shit. Dat is 1. 2. Hij is wel lekker snel, die assassin. Een goed wapentje. Dat is best wel fijn. Slaat snel achter elkaar. Ideaal voor dit soort vijanden. En een item. Nog naar een woord bone.
Ja, ik kan hier naar beneden vallen, maar ik. Dan weet je nooit zo goed waar je terecht komt, hè? Ik ga het gewoon proberen, ik zie het wel. Amber. Nou, niet of een of andere supervijand hier plaatsen, alsjeblieft. Kijk, dat bedoel ik dus. Ik ga hem gewoon maar heel snel aanpakken, want anders weet ik wel wat er gaat gebeuren. Dan duwt hij me van de cliff af of zo. Daar zit ik helemaal niet op te wachten, natuurlijk. Nou, is het denk ik tijd om gewoon maar eens hier naar binnen te gaan. Even kijken wat deze sign zegt. If I only had a rear. Ja, ik wil dit helemaal niet, jongens. Oh, Firelink's Rhyme. Dat is positief volgens mij. Firelink's Rhyme, dat is van de Dark Souls 1, toch? Zit dat ook in 2? Zit dat in allemaal? Weet ik niet. Ik kan hier niet verder. Ik ga niet naar beneden springen, want dan verlies je dus je hel. Wacht even. The bonfire will deliver thee to Lothric. Oké. Okay. Dat klinkt hoopvol, hoopgevend. Ik ga nog eerst eens even aan deze kant naar boven. Volgens mij is dat trouwens een NPC die daar beneden zat. Volgens mij is dat geen enemy. Ik kan trouwens ook gewoon rennen natuurlijk. Het gaat toch wel wat sneller. Naar buiten kijken. Nou, screw it. Ik ga weer terug naar binnen. En ik ga gewoon even beneden kijken wat er allemaal is. Ik verwacht hier eigenlijk geen eindbaas. Denk ik. Volgens mij is dit een man. Ja, precies. Yes, another one. Maar ik heb net wel een baas geklaard, jongen. Heb jij dat ook? Of zit je hier gewoon lekker de hele dag te chillen, Matty? Eén tip. Kill die NPC's gewoon niet. Want je kan ze nodig hebben later in het spel. Ze kunnen echt van nut zijn. Maak ze niet dood. Even kijken wat hij allemaal te zeggen heeft. We're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Ben je een beetje depressief, jongen? Don't you think? Nou ja, ik vind jou een beetje depressief, makker. Komt het nog wel goed met je of jongen, heb je op de pepper nodig van een chickie? Hallo, is dit een bonfire die je kan. Ja, ik kan hier wel iets mee doen. Ik ga eerst even met haar. Haar is het of is het een hij? Nee, het is een haar. Welcome to the bonfire. Hallo! Unkindled one. Hallo. Blij je te zien. I tend to the flame and tend to thee. Nice. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Yes, dan gaan we even levelen. Vigor heeft te maken met je HP. En wat zie ik daar? Met je magic ook nog een beetje. Attunement, dat zijn je. Die heeft echt met je magic te maken. Endurance vind ik altijd fijn. Daar gaat je stamina bar van omhoog. Vitality, dat is ook health. En nog iets, maar even kijken. Health, equip load. Oh ja, en je defense. Is ook wel fijn om die een beetje te levelen. Dan hebben we nog een strength, dat spreekt voor zich, dat is hoe sterk je bent. Wapens die je vast kan houden volgens mij. Deze geeft attack power aan veel wapens. En reduces falling damage. Intelligence is inderdaad ook voor sorcery. Fate, daarmee kan je bepaalde spells doen. En luck is hoeveel items je vindt en zo. Maar ik ga meestal een beetje voor die bovenste. Endurance vind ik altijd wel fijn. Ik kan hoeveel dingen levelen? Ik kan drie puntjes doen. Nou, dan gaan we sowieso eentje in Endurance. En laten we maar gelijk twee in Vitality stoppen. Denk ik dan. Alhoewel. Nou. Andersom. Twee in Endurance en één in Vitality. Confirm. Bam. Yes. En dan ben ik in één keer level 13. Hoppakeetje. Tot ziens. En hier
Oh, dat zwaard wat ik net heb gepakt, die ga ik hierin zetten en dan heb ik hier ook een bonfire. Hoppakee. Oh, en nu gaat de bel. Yes, dus de bel ging net. Maar we zijn weer terug. Ik ga eventjes bij deze weaponsmith kijken. Kijk wat hij voor mij kan betekenen. Hallo? Er zit trouwens nog een mannetje. Hallo? Goeiedag, wie ben jij? Ah, oké. Maar ik kan dingen van jou kopen dus. Ja, ik kan dingen van jou kopen, ik kan dingen verkopen. Altijd fijn, goed om te weten. Maar ik zie je later. Dat is best wel groot trouwens hier. Nice. Nou, eventjes praten met de weaponsmith. Die herkennen we nog wel. Faka André, Matti. Ja, graag man. Smith my weapons. Reinforce my weapon. En dan het liefst mijn zwaard. Heb ik, nou, ik heb nog geen shards. Dan heb je inderdaad shards voor nodig. Die heb ik nog niet. Dat is jammer. Hiermee kan je dus zwaarden maken. Volgens mij. Altijd even repairen als het nodig is. Nou, gelukkig is het niet nodig. Daar ben ik wel blij mee. Oh, nice. Hier kan je ook dus je verdeling doen tussen je magic flask en je health flask. En ik ga even gewoon alles lekker op mijn health flask zetten. Want daar heb ik op dit moment in het spel nog veel meer aan. Dus dat doe ik even op deze manier. Reinforce. Dan kan je Esther Shards. Daar kan je dus meer potions mee krijgen. I don't want to see my work. Ik ben even naar de troon gelopen hier in deze kamer. Ik wilde even kijken of er nog wat was. Er staat iets op. Holy King Lothric, last hope of his line. Ja, het is best wel epic allemaal. Ik hou echt van dit sfeertje. Ik vind het zo tof. Ik ga het hier wel eventjes bij laten voor deze eerste aflevering. Je hebt een beetje kunnen zien wat Dark Souls is, hoe het werkt, hoe epic die eindbazen kunnen zijn en hoe het level systeem werkt, hoe het combat systeem een klein beetje in elkaar zit. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Laat me weten als jullie meer Dark Souls willen zien, dan kan ik misschien wat meer gaan uploaden. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt, daar help je mij heel erg mee. Bedankt jullie nogmaals voor het kijken. Ik zie jullie later. Mazzel.